Good morning! Welkom bij deze nieuwe YouTube-vlog. Het is maandag en we beginnen gewoon weer lekker een nieuwe vlog. Afgelopen vlog was niet heel gaaf, want ik was vooral heel veel thuis. Ik moest heel veel huilen. Slee. Maar ik voel me weer een stuk beter. Ik heb me opgemaakt. Ik heb alweer een TikTok gemaakt over mijn lipcombi. En ik ga nu een TikTok maken over dat ik me aankleed. Want vandaag komen mijn broer en zwager weer terug. Ik ga ze eindelijk weer zien na maanden dat ze weg waren. En ik heb er vet veel zin in. Dus dat wordt helemaal gezellig. Hij appte net al mijn broer dat hij wat later was dan dat hij had gezegd. Maar dat verbaasde me ook helemaal niks. Maar helemaal prima. Ik vermaak me, want het is nu 9:45. Ze zouden eigenlijk om 11:00 komen, maar ze komen iets later dan 11:00. Dus ik ga om 11:30 of zo uit. Ja, I don't know. Dus dan gaan we het even zien. Super veel zin in. Ik ga nu even lekker mijn videootje maken dat ik me aankleed. Wij gaan waarschijnlijk straks even lekker lunchen met z'n allen. Met z'n drieën. En koffie doen in Zwolle. Dus ik heb er helemaal zin in. Dus het wordt helemaal gaaf. Morgen moet ik bij ze schoonmaken ook. Hoezo heb mijn moeder? Hallo? Moederlooks, mamalooks, wat is er? Nou, goed verhaal, hè? Lekker kort, lekker gaaf ook. Ik ga die TikTok filmen, want ik moet me aankleden. Ik zou denken, er is niks veranderd, hè? Maar dat is niet waar. Ik moet even googlen of op YouTube how... Oh, nee. Nee. Niet homeschooling. How to tie a tie. Dat moet ik even weten, want ik heb me net al aangekleed voor een video. Die look vond ik echt waanzinnig, maar ik voelde het gewoon niet voor vandaag. Maar nu zit ik dus eventueel te denken aan deze stropdas. Alleen, ik moet weer even weten hoe ik moet strikken. Dus daar gaan we. We gaan beginnen. Hi there. Oh, ik ben benieuwd. White and right. Oh, is goed. Ja, hij hangt heel laag, hoor. Oh, spannend. With your left hand, take the wide end. I will. Thread it through the back of this opening from behind. Oh. Thread it all the way through, like this. All the way through. Wrap it all the way around the back, like this. Hé? Switch hands. Oh. Notice here how the back of the tie is facing outward, Liz. Oh, ik hou de vinger daar, hoor. Wees me niet bang. Threading it through the hole. Oh, wacht even, hoor. Hey! Hey! Ik heb een denk ik. Ik kan ook echt alles. Het is ook gewoon mijn maandag. Ah, kijk. Nou, vind ik leuk. Okay. Als ik zeg dat ik mij 8000 keer heb omgekleed, dan is dat oprecht waar. Nu heb ik gewoon dit pak aan van Hunken Studios. Heb ik mijn shortje, die ik via Temu heb, dit micro short, gewoon eroverheen. Bondlaars via Vinted. Dit tasje van de Markt. Dit is die van Toy Story. Denim petten op, Crocs oorbellen in en that's it. Ja, ik dacht, weet je, ik had helemaal paniek, ik had helemaal weer stress, niks voelde ik. En ik denk, weet je, prima, dit doen we. Het ziet er alsnog heel gezellig uit en iedereen vindt het hartstikke heftig, maar voor mij is het nog best wel casual, want het is gewoon comfy. Nu ga ik wachten op Berry en Rinus, ga ik even een ijskoffie voor mezelf maken, want ik heb niet meer melk voor warme koffie, die is op. Echt amazing. Dus ik ga even een ijskoffietje voor mezelf maken en dan wachten tot die jongens komen. Oh, kijk, en dan kan ik zo, dit is mijn bedieningspaneel, zo. Dan kan je zo. Maar je kan hem dus ook instellen, maar dat weet ik dus niet. Dat als jij beweegt, dan gaat hij met je mee. Oh, leuk. Gaat hij met je mee? Dan gaat hij met je mee. Maar ik weet het niet. Wat houdt hij in de gaten nou? Je ogen of zo? Ja, weet ik niet. Dat denk ik, of je gezicht gewoon. Dimme instellen. Doe ik zo dan? Ja, dit is ook als je hem in je hand hebt en je loopt zo. Dan blijft het stabiel. Ja, dan blijft het stabiel. Ja. Rinus loopt zo met elkaar. Ja. Ja. Think I like it. I wasn't jealous before we met. Don't go wasting your emotions. Say all your love on me. Oh, lieve schat, ik heb niks meer gefilmd vandaag. Maar het was super gezellig met Berry en Rinus. En ze weer te zien was zo fijn. Ik heb even geholpen, ook met wat spullen slepen en zo heb ik lekker geluncht. Dus ik heb al een paar shots gefilmd, ook hysterisch in de auto. Maar ik lig nu inmiddels op bed,
Maar ik ben ook begonnen aan die Schiphol-serie. Nou, ik leef voor deze serie. Dit is fantastisch. Dit is gewoon de BNB voor liefde van Schiphol. Dit is fantastisch. Dus ik ben dat lekker aan het kijken. Morgen ga ik weer naar Berenrines, maar ga ik naar hun toe. Want we gaan schoonmaken in het huis. Want ze hebben hun huis toen een hele tijd verhuurd. En dan kunnen ze nu weer in. Dus we gaan alles even lekker fris maken, schoonmaken. En dan ga ik even mee helpen. Dus dat staat morgen op de planning. Dus dan... Gaan jullie me daar zien. Kijk nog even Schiphol. Nog voor half uurtje denk ik of zo lekker slapen. Good morning. Ik heb mijn haar gedaan. Ik heb even mijn skincare gedaan voor een video voor TikTok. Ik ben mijn vaat aankleden. Gewoon chill outfit aan. Want ik ga vandaag naar mijn broer en zwager toe. En daar gaan we lekker schoonmaken. Dus, het is niet heel spannend. Heftig schoonmaken, zei hij al. Want het is gewoon afstoffen, stofzuigen. Want waarschijnlijk zijn de huurders die in hun huis hebben gezeten, hebben waarschijnlijk alles al schoongemaakt. Maar het is hem gewoon net even voor je eigen gevoel ook. Dus nou, ik ga in ieder geval gewoon even helpen. Ik ben best wel op tijd. Want ik was best wel vroeg wakker uit mezelf. Dus het is nu 9:45. En ik moet 10:50 ongeveer weg. Het regent wel. Love my life. Maar ik heb zo'n nep leren trenchcoat. Die doe ik lekker aan. Ik ga zo meteen wel Balenciaga laarzen aandoen. Die zijn ook waterproof. En dan neem ik gewoon een sneaker mee. Want ik denk, ja, ik moet sowieso fietsen. Dus weet je, laten we maar gewoon even, gewoon mindset even uit, paraplu op. Prima. Ik ga alles even verzamelen en dan gaan we even heen. Ik doe natuurlijk dit telefoonhoesje eromheen. Mijn broer die had ik al gisteren omheen. Mijn broer heeft me de hele dag uitgelachen om dat telefoonhoesje. Dus die doen we weer. Dus ja, we gaan even iets gaans maken vandaag, hè. Nee, wel heel veel zin in. Echt superleuk, gezellig. Dus dit wordt gewoon een hele leuke dag. Ik ga voor die tijd nog even... Nee, ik ga trouwens 10:30 denk ik al weg. In plaats van 10:50. Ik draag even Fame. I smell Fame. Want dan kan ik nog heel even oatmilk en zo halen. Want dat heeft mijn broer niet. En dan kan ik wel gewoon cappuccino drinken. Dus dan, dat hou ik zelf wel heel even. Dan hou ik even een paar snackjes erbij. En dan kunnen we helemaal weer de dag aan, weet je. Wat ook vet irritant is, is ik heb dus niet echt meer havermelk. Ja, ik heb wel die vanillemelk, maar het schijnt dat die niet zo goed kan schuimen. Ik kan het eventueel proberen, want dan kan ik nog even een koffie drinken, maar ik ben er bang voor. Zal ik het gewoon proberen? Tenminste, nog wel even een koffie. Anders drink ik pas bij mijn broer. En het regent echt best wel hard. Ik heb hier echt geen zin in. Maar ja, ik dacht eerst nog ga ik met de bus, maar dat is gewoon niet handig, want ik moet echt eerst naar de Albert Heijn en zo. Dus ik moet gewoon echt gaan fietsen. Dus ik heb gelukkig hebben nog zo'n hele grote paraplu. Dus dan zit ik ook niet met zo'n klein frut dingetje. En volgens mij is de wind niet echt daar. Dus dat is ook top, want dan kan je gewoon normaal fietsen met een paraplu. En ik doe natuurlijk echt gewoon die laarzen aan tot aan mijn knie. En die nep leren trenchcoat, die is ook echt super lang. Dus dan zijn mijn benen ook nog wel een soort van semi... Weet je, we moeten door. Misschien moet ik gewoon even een keer een hele leuke regenjas kopen of zo. Gewoon daar eens naar op zoek. Ik heb niet echt een leuke mop, want die zit al met de vaatwasser. Maar ik heb best wel een goede schuim. Kunnen jullie niet zien, maar wat is goede schuim? Er is schuim. Makes sense. Dus ik ga even koffie drinken. Arrived in Hengelo. Ik moest echt nog 5 minuten wachten. Even op station in de regen. Maar ik zie er een paraplu mee. En toen kwam Berry eraan. Maar die moest nu nog even een pakketje ophalen. Maar echt de hele auto is natuurlijk volgeladen. Omdat ze natuurlijk weer helemaal gewoon hun eigen huis in moeten en verhuizen. Dus helemaal hysterisch. Dus Berry is even een pakketje pakken. Ophalen. En dan gaan we naar het huis toe. En dan gaan we het gewoon zien. Ik ga gewoon helemaal me laten vertellen wat ik moet doen. Ik hoor het wel. Volgens mij gaan we eerst even lunchen. Ik heb een melkopschuimer mee. Mijn havermelkie. Dus ik ben helemaal gelukkig. Ik heb het helemaal meegenomen. Ik ga helemaal stuk om mezelf. Oh, daar is die. Schoonmaken is begonnen. Boom, boom, boom. Well. Ik ben nu de koelkast aan het doen.
a song to sing. Help me, oh. Ik had op de planning staan om gewoon op tijd thuis te zijn. Maar dat was het niet. Nee, ik zat helemaal, de trein, de hele reis ging super voorspoedig en ik zou om 6 uur gewoon in de Alphen zijn. Toen was ik in Marienberg, want daar moest ik overstappen. Zeiden ze, ja, de trein die aankomt, hartstikke leuk, maar die rijdt niet verder dan... De oma, dus jullie hebben pech. En dan zet ik het station voor de Alphen, hè. Wil je even normaal doen? Dus ik denk, ja, even normaal. Maar ze zeiden, oh, niks professional Halloween. Maar ze zeiden van, ja, vervangingsvervoer staat waarschijnlijk al klaar. Nou, dat was het niet. Ik heb een uur op onder gestaan. Nou, ik heb al gekeken of ik Ubers kon boeken, alles. Al waren die Ubers €40, het kon me mijn reet roesten. Maar ja, die Ubers kon die ook niet vinden. Want we dat hebben natuurlijk eigenlijk helemaal niet hier. Dus ja, vind dan maar eens een persoon die jou wil Uberen, hè. Dat was er niet. Heel erg cute packaging van de Halloween collection van Next Professional Makeup. Dus nou ja, hè, ik ben thuis. 1,5 uur later nog gepland. Ja, dankjewel. Dus ik heb pizza besteld. Dus dat is jammer om zo je dag af te sluiten. Want ik wil eigenlijk ook vanavond de vlog editen op de computer. Maar ja, voordat ik een keer heb gegeten en zo, is het weer veel te laat. Dus de vlog edit wordt morgen, maar ja, dan komt hij dus niet morgen online. Dus nou ja, het gaat weer waanzinnig. Echt slee, wat is dit? Weer niks. Wat zit hierin dan? Waarom komt het in 2 losse pakketten? Dat is gek. Oh, leuk, nieuwe producten. Denk ik. Oh, nieuwe brow pencils. Oh my god. Ja, ik ga lekker op die pizza wachten. Morgen, vet leuke dag. Want ik ga lekker lunchen met Lauwtje. Ik heb natuurlijk al heel vaak over Lauwtje verteld in mijn vlog. Met de hondenbody en met de broek. En nu ga ik haar eindelijk in het echt ontmoeten. En gaan we lekker lunchen bij Lotties. Dus daar heb ik ook echt vet veel zin in. Dus dat wordt waanzinnig natuurlijk. Ik zeg zo vaak en maar. En dus menselijk hoop ik, hè. Als in de pizza. Ik heb zoveel honger. Maar bij Berry en Rin is het trouwens ook echt heel gezellig. Superleuk. Heel veel kunnen doen. Oh, dit is ook slee. Ik had natuurlijk verteld dat mijn Barbapapa... oh my god, ik ga dood. Mijn Barbapapa ketting kapot was. En ze heeft dus een oorbellen opgestuurd. Maar ik ga helemaal dood. Want dit zijn gewoon S en de W. Sascha Wittenberg. En dan Barbapapa stijl. Dit... vind ik iconic. Ah, dit is zo leuk! Dit vind ik waanzinnig. Heel erg leuk. Past dus bij mijn ketting. Dus die moet ik alleen even maken. Maar ik wacht denk ik heel even tot de mama er weer is. Dus dat zij het kan doen. Dus dan, het is helemaal weer gaaf. Ik ben weer op mijn kamer. Ik heb Schiphol, heb ik aanstaan. Schiphol Airport, die serie. Waanzinnig. En ik heb heel eventjes... hier, of nou ja, ergens hierachter. Outfit klaarhangen. Ik heb even snel mijn outfit uitgezocht. Ik had een beetje een idee in mijn hoofd wat ik wilde. Dat is top. Dus die heb ik nu uitgezocht. En ga ik lekker mijn bed in en bijna slapen zo. En dan zie ik jullie morgen weer. Ik neem jullie lekker mee naar Amsterdam. En donderdag ben ik ook in Amsterdam voor events. Dus het wordt een paar leuke dagen die daar aankomen. So cute. Ik ben zo obsessief met het programma Schiphol Airport. Het is amazing. Deze spuit niet meer zo goed. Zo moeilijk. Dit is net cement. Die L'Oréal Paris setting spray. Het ruikt ook. Nou, dat wil je niet eens ruiken. Maar het werkt als het ziet. Even iets leuks. Ik zou even Schiphol Airport op pauze zetten, vriendin. Ik heb dus iets heel leuks. Want Next Professional Makeup heeft mij gisteren nieuwe liners opgestuurd. En dit heb ik dus vandaag gebruikt. Ze hebben nu nude liners. Dus ik heb nu de Epic Ink in de kleur Marshmallow gebruikt. Ik zal even een pakketje openen om te kijken welke kleuren er nog meer in zitten. Even kijken. We hebben ook gewoon de...
dark chocolate. We hebben Lil Toasty. Deze is wat meer een soort bijna pinkish. Heel pretty. Dan hebben we de milk chocolate. En ook nog een wat warmere bruin. En dit is de Graham cracker. Oh my god. Gorgeous. Dus dit zijn echt gewoon allemaal leuke nude line kleurtjes. Wat ik echt super cute vind. Dus ik heb even deze geprobeerd. Want ik dacht dat is echt waanzinnig cute. Let ik mijn skin zo, maar is goed. En ik heb weer gewoon een lekker caviar lip liner van MAC op. Met Flashpot. En ik doe er nog even een lekkere gloss overheen. Ik ga me even aankleden. Hoe laat is het? Oh, ik moet wel een beetje opschieten. Anders kan ik niet meer ontbijten. Ik ga snel dat filmen dat ik me aankleed. En dan ga ik naar Amsterdam met Loutje lunchen. Helemaal zin in. Ik heb me aangekleed. En aangekleden? Aangekleed? Gaaf. I'm dressed. En ik heb er helemaal zin in. Ik heb eindelijk deze extension pad op. En natuurlijk verder een super gezellige look. Dus ik ga zo meteen weg. Het heeft allemaal iets langer geduurd. Met de maquillage ook natuurlijk. Ik ga nog een koffie doen. Ik moet even nog wat in de schuur zetten. Voordat ik het vergeet. Oh ja, ik had nog iets. Ja, ik heb Balenciaga schoenen besteld. Oh. Waanzinnige Crocs van Balenciaga. Ze zijn massive. Ze zijn wel zwart, maar waanzinnig statement. Dus die heb ik besteld. Alleen, ze wouden die vandaag bezorgen. Dus ik dacht, oh weet je, dat kan wel. Dan doe ik gewoon tussen 9 en 1. Toen dacht ik... Vanochtend, nee, dat kan helemaal niet, want ik moet letterlijk 10:30, iets over 10:30 weg. Hoe had ik bedacht dat het kan, want ik moet handtekening zetten. Dus nu laat ik het morgen bezorgen, tussen 9 en 1, want ik ben waarschijnlijk rond 2 uur of zo pas een keer weg. Dus ik dacht, dat kan prima. Dus ik heb dat even aangepast. Want ik denk, ja, anders komt het weer op zo'n heel moeilijk postpunt te liggen, waar ik dan weer geen zin in heb. En die doos is waarschijnlijk ook weer massive, de dit. En dan denk ik, ja, dan moet ik er weer mee zeulen. En ik hoop, ik bid, dat ze dus gewoon in een witte doos stoppen. En dat het niet in een Balenciaga doos komt. Want, ja, dan gaan mensen toch sneller denken, hey, gaaf, wil ik. Hè, cool. Want ja, het is niet weer zomaar een uitgave. Het is wel weer een hele gave, grote uitgave. Even kijken. Oh my god, mensen zijn echt veel te lief. Ik had iets op stories gezet over een sleutelhanger van My Little Pony die ik op Pinterest voorbij zou komen. Dat ik dacht, oh my god, dit is waanzinnig. En dat had ik gewoon gedeeld. Maar nu gaan mensen ook helemaal, hebben dat helemaal voor mij opgezocht waar je dat kan kopen. Oh my god, I love you so much. Oké, ik ga het niet doen. Ik zei dat ik ging doen. En dan gaan we naar Amsterdam. Eer het fris is en ik een excuus heb om mijn om mijn lange grizzlybeer winterjas aan te doen. Ja, sorry, maar dan neem ik het ervan. Ja, ik neem het ervan. Mensen denken ook altijd, tuurlijk, het is een winterjas, dus het is warm. Maar mensen denken altijd, oh my god, zo'n bontjas is zo warm. Maar schat, zo'n pufferjack die jullie allemaal dragen, die is warmer hoor. Dus, sst, mond houden. Ik zit in de trein nu van Almere naar Amsterdam. Maar dat was 10 minuten vertraging, dus ik ga Loutje heel even appen. Dat ik waarschijnlijk kort voor 1 niet red. Maar dat komt helemaal goed. Loutje was heel flexibel, dus we're gonna see. Want we moeten nog vertrekken. En het is 20 minuutjes, dus helemaal gaaf. En ik film deze stuk dichterbij, omdat mijn wide lens, die viel er net af. En ik met mijn domme hoofd pak met mijn vieze wette vinger die lens vast. Dus die moet ik eerst even een keer schoonmaken. Dus dat is goed verhaal, lekker kort. Oh, het is echt fris. Dus ik ben blij dat ik deze jas aan heb. Oh, zonder die wide lens vind ik het toch even lastig. Maar oké, ik ben nu er bijna. Ik denk dat Loutje er al letterlijk zit. En dan gaan we lekker even lunchen. Ik heb zoveel zin in eten. Oh my god. En dan ben ik er bijna. Ik moet letterlijk een grachtje over en ik ben er. Ik ga voor het eerst ontmoeten. Ja, zo leuk. Maar toen ik haar voor het eerst ontmoette was ik echt zo'n knap, hè? Puntje. Ja. Oh, ze is zo knap. Ik dacht, ik ga nu ook niet tegen jou liegen. Ik heb jou vlog gezien. Ja. Dus wat ik zie reacties, hè? Ja. ik ben verslaafd. Ik vind het gewoon heerlijk. Ja, thanks. Vind ik zo lief. Ik heb de hele tijd dat ik geen vlogs keek van mensen. En ja. Ik denk dat ik veel vlogs weg zijn. Ik ook. Toch? Ik heb helemaal het idee dat ze zijn terug. Want ik kijk er nu ook veel meer weer. Ja, ik
Maar ook heel veel mensen kijk ik niet meer. Ik vind het nu ook wel moeilijk om leuke mensen te vinden, moet ik zeggen. Ja, ik mis Emma Kimberly, maar volgens mij ben je ook Emma fan. Oh my god, haar podcast. Ik moest zo lachen. Ik was haar podcast aan het luisteren. En het ging over stijl. Die 2000 trends? Die, ik heb gegierd. Ik dacht, oh my god, I love. Echt heerlijk geluid. Zitten bij Lottie's hier in het Hoxton Hotel. Aan de Herengracht. Dat is super chill. En Loutje is nu even plassen. En dan gaan we denk ik betalen. En dan ga ik op dus weer naar huis. Het is alweer 3 uur. Het gaat zo snel de tijd. Echt insane. Ga ik weer bijna naar huis. Hi. How was everything? It was amazing. Yeah, was it a good choice? It was the perfect choice. You did amazing. Cheers. This one's check. Do you want to split it or? No, just one. Yes, thank you. Make it 55. Thank you. Yes, of course. Do you have much of an afternoon ahead of you or is it chill? No, just chill. Today's a very chill day, so I loved it. Honestly, Sam, I'm just going to go. Oh, this is good for you. Yeah, it's, I mean, this is like the last day without rain for a while, though. Well, this weekend, they say it's gonna be very sunny. Yeah, no, it is. Sorry, I should preface. When I'm not working. Check. Yeah. Sorry, well, I'm a very selfish in my way. Oh, no, I love that. If I'm working, then it's not a sunny day. No. Thank you so much. Thank you. Thank you. Yeah, thank you so much. Enjoy the rest of your Yeah, afternoon. And you also. Thank you very much. Inmiddels weer in de trein. En nu ga ik gewoon weer lekker naar huis. Het was zo gezellig. Loutje is amazing. I know you're watching my vlog, so love you girl. Dus nee, het was echt amazing. Ik ben een lekker podcast aan het luisteren. Het is nu 4 uur, over 8 uur, 4 gaat ie. Ik ben lekker 5:30 thuis, ga nog een boodschappen doen. En dan is er helemaal geslaagde dag. I love it. Morgen weer Amsterdam. Event. En morgen komt mijn pakketje dus binnen. Dus dat wordt helemaal top. Helemaal gezellig. En dan heb ik weer een postcode voor, maar dan zien jullie ook weer. Dus ik ga even genieten. Ik ben weer thuis. Oh my god. Ik zat natuurlijk helemaal zo ineens zo soort van in de spits. Dus, dus het was helemaal druk. Maar ja, we moeten door. Oké, ik ben thuis. Ik ga snel eten. Het is nu 5:01. En ik moet de vlog editen. Want hij is vandaag ook al niet online gekomen. Dus ik moet hem nu echt zo meteen gaan editen. Dus ik ga eerst heel even eten. Even semi bijkomen. En dan meteen hup editen. Want morgen... moet ik weer naar Amsterdam. Dus dat gaan we doen. Ik heb de hele vlog geëdit en opgeslagen. En ondertussen even gedoucht. Skincare gedaan, alles gedaan. En nu ben ik aan het wachten totdat hij gaat verwerken op YouTube zelf. Duurt altijd zo lang. Dat is niet normaal. De vlog duurt ook weer 33 minuten. En ik dacht dat ik echt bijna niks had gefilmd. Maar ik zit wel heel veel te vertellen. Het is echt een hele dramatic vlog. Wel super real. Ik moest ook echt bijna huilen terwijl ik zelf die vlog zat te editen. Oeps. Maar ik hoop dat hij een beetje opschiet. Meestal wanneer hij zegt dat hij nog 80 minuten moet. En zijn net 100. Meestal wanneer staat 70 of 60 minuten. Dan krijg ik mijn thumbnailtjes en zo in beeld. Want ik heb geen zin om zelf thumbnails te editen. Sorry, ik ben gewoon lui. Dan krijg ik die in beeld. En dan kan ik hem dan meestal inplannen. En dan kan ik lekker naar bed. Het is nu 9 uur. Dus... op zich valt het mee hoe laat het is hoor. Maar ik denk, ik wou eigenlijk nog even lekker op bed liggen. En even YouTube kijken en zo. En dat kan, zou ik nu ook kunnen kijken YouTube. Maar ik wil dat lekker in bed kijken. Snap je wat ik bedoel? Ik ben zo excited over mijn schoenen die ik binnenkrijg. En echt vet leuk. Ik heb een DM binnengekregen van... ik moet even dingen verwijderen hoor. Van een volger. Echt amazing. Ze maakt waanzinnige kleding. Het is, haar account is Isa Kronemeijer. En ze heeft dan ook isakronemeijer.com. Dit is, hallo? Ga je niet echt laten zien, hè? Moet ik even donkerder doen? Dit is haar Instagram. Maar, ik krijg dus, kreeg vet leuke DM. Super lief, waanzinnig. Ik heb echt de beste volgers ever. Of ik iets wil ontvangen wat zij zelf had gemaakt. Ze is dus fashion student. En volgens mij is ze nu afgestudeerd. Las ik dat nou goed? Weet ik even niet meer. Maar in ieder geval, ze heeft dus haar eigen kledingmerk. Ze maakt gewoon haar eigen kleding. En dat verkoopt ze dus ook. En ik had dus een set gezien. Nou, wil je even normaal doen? Deze set. Dit is een rok en een corset. En
toen zei ze van ja, ik kan wel een selectie maken. Dan kan je even kijken wat je leuk vindt. Ik zeg, nou ja, dat zou ik waanzinnig vinden. Maar ik moet heel even mededelen. Ik vind deze set waanzinnig. En zegt ze, schat, dan stuur ik die toch op. Ik zeg, meid. Dus zij stuurt dit op. Ja, sorry, maar wil je even normaal doen? Ik vind dit niet oké. Ik heb natuurlijk ook van lieve Loutje toen ook al kleding van haar gekregen. En ik vind het zo vet dat dan... nou, eigenlijk nog gewoon kleine ontwerpers, kleine designers. Loutje is natuurlijk ook net een beetje met haar eigen merk begonnen. Ze doet al superveel en ze doet echt waanzinnige dingen. En ik vind eigenlijk dat ze haar naam al echt heel erg goed heeft gezet hier in Nederland. En ik ben zo trots op haar. Maar ze heeft natuurlijk gewoon haar kledingmerk is gewoon nog heel klein. Omdat het gewoon heel duur is om alles te maken, te produceren en alles... te doen. Maar ook een meisje als deze Isa, dat ik denk, oh my god. En ik voel me dan zo vereerd dat deze personen dan mij iets willen opsturen of zo. Snap je wat ik bedoel? Dat ze gewoon mij erin willen zien. En dat vind ik zo insane om te bedenken. En ik ben ze daar zo dankbaar voor. Ik heb ook al helemaal in mijn hoofd hoe ik dit korset met deze rok helemaal kan gaan stylen. Ik heb nieuwe panties besteld. Die zie ik al helemaal ondergaan. Ja, echt. Ik ben ready. Zoveel zin in. Zo dankbaar. Ze zei ook, oh my god, ik ga zo snel mogelijk op proberen te sturen. Ik zeg, schat, rustig aan. Geen haast. Doe je ding op je eigen tempo. Maar echt zo leuk. En voel ik me zo vereerd dat, ja, dat ze dat gewoon willen. Maar in ieder geval super lang verhaal. Ik ga even wachten totdat hij op YouTube verder verwerkt is. En dan kan inplannen zodat hij wel morgenochtend gewoon online staat. Want jullie wachten wel gewoon lekker op de vlog. Dus. Ik maak geen grap. Ik zit letterlijk jullie net uit. En hij was meteen gelaten. Dus ik heb hem meteen ingepland. Dus ik ga nu lekker met bed in. Ik zie jullie morgen. Hallo, mooie dag. Het is een nieuwe dag. Ik ben wakker. Ik heb gedoucht. En nu ga ik even mijn make-up doen. Maar ik heb eigenlijk helemaal geen zin om make-up te doen. Maar ik heb wel 2 make-up events vandaag. Dus... ik moet wel. Het is nog echt heel vroeg. Het is 8:30 en ik hoef pas rond 1:00 weg. Maar tussen 9 en 1 kunnen mijn Balenciaga schoenen binnenkomen. En wat het is, onze bel doet het niet. Dus ik wil even beneden zijn, want ik moet handtekening zetten en zo. En ik heb geen zin in gezeik. Dus dan wil ik gewoon beneden zijn. Ik moet ook nog vaatwas eruit pakken. Ik moet nog wasjes draaien. Dus eigenlijk komt het hartstikke goed uit. Dat ik nog even beneden ook dingen moet doen. Maar daarom wil ik even beneden zijn. Wanneer die schoenen geleverd kunnen worden. Ik ga mijn basis proberen zo simpel mogelijk te houden. Met zo min mogelijk producten. Maar wel dat het eruit ziet alsof ik effort erin heb gestoken. Ik doe even een gekke lip. Ik doe mijn bril op. En I call it a day. Zo geen zin vandaag. I am screaming. Oh my god, ik heb ze binnen. Ik heb ze ook al unboxed voor TikTok. Maar oh my god. Ik heb gewoon mijn Balenciaga Crocs binnen. Hier heb ik echt de hele ochtend op gewacht. Uiteindelijk waren ze er tussen 11:15, I guess. Het is nu 11:50. Dus ik ben echt zo obsessed. Ik ben ook helemaal begonnen met hardstopper. Ik had natuurlijk al helemaal mijn make-up gedaan en zo al helemaal... snel, ik ga me nu even aankleden. Ga ik ook een TikTokje gelijk van maken. Want ja, ik ben toch bezig. En dan hoef ik pas 10:50 weg. Dus ik heb echt alle tijd. Hardstopper is tering spannend. Helemaal gebeuren er dingen. Ik heb al gejankt. Het was echt helemaal intens. Maar oh my god, deze schoenen is echt mijn natte fashion droom. Dit soort dingen maken mij niet normaal happy. Ze zijn heel zwaar ook. I mean, you can see it. Maar oké, ik ben benieuwd of ik ermee kan fietsen ook. Maar we gaan het zien. Ik ga me nu lekker aankleden. Ik heb een lookje in gedachten die denk ik heel erg leuk is. En dan, ja. Ihi. Aha. Ihi. Laten we vandaag deze Balenciaga Crocs schoenen stylen. Applaus voor zijn looks. Ik heb een TikTok opgenomen, maar ik heb ook even de wide lens volgens mij schoongemaakt. Dan ben ik scherp. Ja. Oh my god. Oké, de wide lens is toch wat lekker op de camera. Dus dat is top. Ik moet zo nodig plassen. Ik ga ook meteen naar beneden. En dan nog even alles uitzitten. Nog een uurtje. En dan ga ik even serie kijken. Ik ga even verder met hardstoppers. En dan kom ik daarna weg.
Het is 1:05. Ik moet bijna naar Amsterdam. Dus ik ga zo op de fiets en dan ga ik naar het station en dan gaan we gewoon weer even een gave dag van maken. Ik heb er wel veel zin in omdat ik met Pascal ben. We gaan eerst naar een event van Lico, daar is Pascal voor uitgenodigd en ik mag gezellig mee. En ik heb dus net gehoord dat M.E. van der Pijl ook aanwezig zal zijn, helemaal gezellig. Het event begint eigenlijk om 1:30. En we zouden eigenlijk om 1:30 helemaal aanwezig moeten zijn. Maar omdat ik dus moest wachten op die bestelling en Pascal die had ook een afspraak, konden we dat niet redden. Dus we hadden gevraagd of het ook oké is dat we rond tussen 3:30, waarschijnlijk 3:30 aankomen. Want het event duurt voor mij tot 5. Dus dan, dat was verder geen probleem. Dus we have akkoord, dus mag. Even mijn schoenen aan. Ik ben benieuwd of ik mijn enkels ga breken, want ik weet dat ik geen trappen kan lopen. Dus op het station, als de roltrappen kapot zijn, ik ga met de lift. Zie je mij met de lift gaan? Kom door de schoenen. Dus dat, ik ga die fiets pakken. Volgens mij is het echt heel fris wel. Buiten, ook al is het zonnetje daar. Ik twijfel of ik handschoenen mee moet nemen voor vanavond op de fiets. Dat is wel dramatisch, hè? Ja, dat is wel dramatisch. Nou, we zijn inmiddels aangekomen. Schouder van. Hallo. En we zijn allemaal workshops. En we moeten ze ineens even invoegen in deze. Dus je mag een beetje je make-up testen. Ja, leuk, hè? Helemaal zo. Hallo. En dan mogen we even dingen testen. Ze gaan een soort skincare advies geven. Nou, ik ben helemaal nieuw. Dit is het merk. Ik heb het er zelf nog nooit van gehoord. Maar ze hebben ook allemaal make-up. En er is echt super veel skincare. Alright. So, okay. Een lichte bikini. Ik heb niet gedaan. Ja, nee, heb ik niet om. Ze heeft helemaal een soort skincare lijn voor me uitgezocht. Dus dat gaat ze even laten zien. Sense of your makeup with the pre-cleansing. Okay, well. This is every type of makeup. It doesn't matter. Okay. Yeah. That's the makeup. This is the makeup. Yes. Each makeup with mineral oils and sugar. Okay. Is it also for in the shower, maybe? Yes. Okay. You use it wherever you are. Yeah. If you are in the shower, maybe dab your skin dry. Yeah. We hebben net een waanzinnige presentatie gehad van Fleur Maxime. Oh, hij wil niet draaien. Dankjewel. Zij is huidexpert, huidtherapeut. En ze heeft allemaal dingen uitgelegd, allemaal ingewikkeld en moeilijk. Maar ik heb wel, denk ik, wat van geleerd. Geen idee. Wat heeft Pascal de Vorm geleerd? Jij wist alles al. Ja, Pascal die weet alles al. Dat is onze skincare queen, hè? Ja, nee, maar daarom vroeg ik wel van zijn producten die jij niet zou combineren. Want als hij iets nieuws zegt, deze wist ik al van haar. Oh, ja. Okay. Nee, dat is helemaal wat zeg je. Ja. Hi! Ja, met jou? Wat lekker. Oh, ja, die liever. Ja. Heerlijk, schat. Thank you. Alles goed? Goed zo, schat. Ja, alles gaat wel fijn. We krijgen helemaal lekker kanielding. Kan je er lang? Ja. Nou, maar in ieder geval, ja. Dus jij ja, weet alles al. Je moeilijke lok neemt eruit. Ja, helemaal. Because tonight. Dankjewel. Dankjewel. Nee, Pascal die weet alles al. Dus queen. Queen of skincare, ik niet. Ik van make-up. Hey guys, welkom in de Sasslooks vlog. Oh my god. We zijn op een elf event. Be yourself, wees jezelf. Wees jezelf. Super gezellig zoals je ziet. Helemaal druk. Ja, schat, wij zijn helemaal aan. En de party is aan. Oh, ja, geen idee. Maar we zijn er. Thelma heeft net de make-up gedaan. Lijkt een beetje wit. Ja, je lijkt wel wit hier. Zo. Ja. Maar dat maakt niet uit. Maakt niet uit. Prima. Ja. We hebben het gedaan. Nee, ik vind het helemaal gezellig. Maar het is helemaal chaotisch en druk. Ja. Wow. Oh, maak ze maar druk. Hallo. Kom het zo gaan. Adela. Hallo. Daar moet ik overstoppen. Het was echt een prima dag, maar ik merk dat ik heel erg overprikkeld in van vooral het event. Het was zo druk en chaos, wat ik echt niet had verwacht. Dus super veel mensen gezien en gesproken, wat natuurlijk super leuk is, maar ik ben even helemaal... Dus nu lekker naar huis, morgen en zaterdag lekker niks op de planning. Ik wil wel uiteraard even wat filmen en zo, maar
alles lekker op mijn eigen tempo in mijn eigen bubbel. Dat was echt top. Heel veel spullen weer gekregen. Heel veel goodiebags. Dus dat ga ik ook nog even laten zien. Ik weet niet wanneer, maar vast een keer. En dan... I call it a day. Oh, het is tijd om make-up eraf te halen. Ik ben thuis, bla bla. Helemaal af. Het leven. Ik heb geen wattenscheefjes meer. En ik heb wel om mijn make-up te reinigen. En heb ik een cleanser van The Ordinary, maar die vind ik niet fijn. Ik heb wel nieuwe cleansers gekregen van de make-up merk, maar dat ligt helemaal beneden. Ik ben echt zo, ik heb geen zin om beneden te lopen, maar ik heb ook nog make-up doekjes van Douglas. I think I'm gonna hate myself. Niet omdat ze van Douglas zijn, helemaal niet, maar... Oh, dit werkt niet eens echt. Ze zijn niet echt mooist. Ik doe nog wel eventjes met The Ordinary cleansen nu de make-up er 90% van af is. Oh. Ik merk dat ik echt een beetje overprikkeld ben. Gelukkig ging de treinreis semi-voorspoedig. Die blauwe lip blijven even lekker zitten, dankjewel. Alleen ik had bijna mijn overstap niet gehaald. Nou, dan had ik gejankt als dat zo was. Maar ik heb hem gehaald. Ik moest echt op die kisten erbij... Oh, dit is scheet. Oeps. Maar ik moest op die... maar ik moest op die kisten moest ik helemaal gaan redden. Toen dacht ik, oh, dat gaat niet hoor. Maar ik heb hem echt net gehaald. Dus ik had nog uiteindelijk een minuut... voordat hij weer ging. Nou, die blauwe lijn gaat niet van mijn lip. Dankjewel. Ik ga zo nog lekker Heartstopper kijken. Helemaal zin in. Ik zit er helemaal in. Dus ik heb even zin om verder te kijken. Morgen heb ik toch niks op de planning. Dus kan ik lekker uitslapen. Voor in ieder geval geen wekker zetten. Laat ik het zo zeggen. Dus dat is wel echt super chilly. Dus dat ga ik nu nog even chillen. Want ik ben nu nog best wel wakker, merk ik. Ook door al die prikkels. Wel echt super lief trouwens, die Lara. Ik denk niet dat je dit ziet, maar... geen idee trouwens ook. Maar die Lara heeft super lief ons met Lico... na het Lico-event meegenomen met de auto. Want ze moest ook naar Elf. Dus echt super lief. Ik heb haar ook helemaal niet echt nog bedankt of zo. Wat echt super egoïstisch is, maar... Weet niet, is gewoon niet gebeurd. But really appreciate it. Dus die Lara, als je dit ziet... Love you long time.